mensen van Dutch Gaming en leuk die willen kijken naar Assassin's Creed Unity. We gaan weer verder met de missie eigenlijk en we gaan nu praten met de apotheker. Eens even kijken, waar zit die apotheker? Ik heb ook mijn settings... Oh, back. Mijn settings even wat laag gezet in plaats van ultra hoog, staat hij nu gewoon op hoog. Dus in de hopelijk verminder ik daar eigenlijk mee mijn frame drops eigenlijk ook, waardoor het vorige keer eigenlijk bijna niet te spelen was. Dus laten we hopen, vingers gekruist, dat het dit keer beter gaat en ja, let's roll on! Voor de mensen die het nog niet wisten, van de vorige aflevering die hebben gezien, de vorige aflevering staat hier rechts onderin. Als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk bij de vorige video uit van Assassin's Creed Unity. Of je wacht helemaal tot aan het eind van de video, of je kijkt in de descripties, in de beschrijving hier beneden, dan hebben wij het ook in de playlist staan, de vorige video. Even kijken, we gaan omhoog. Nou, het zou ook aan mij kunnen hebben gelegen dat, dat ik gewoon te snel wil en de gamer die ze snel wil doen. Ja, lekker belangrijk. Zoek je eigen shit maar. Rot muziek. Ja, dat werkt niet aan, hè. Ik hou niet van die muziek. Ballenmuziek. Allihoep, hop, 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 hop. Allihoep, over de muur. Newt! Stop met het spelen van fucking muziek. Fuck, kan niet. Fuck, kan gewoon niet. Allihoep. We gaan de zoeken het gewoon hoger op. Fuck al die druktes, we gaan er gewoon overheen. Het is heel jammer dat ik die gozer niet kon killen, anders had ik het nog letterlijk. Nee, foei, af, liggen. Don't touch Arno. Och, je gaat het bezuren. Bezuren, dat is zo'n stom woord, bezuren. Het is zo'n achterlijk woord, bezuren. Aan de kant, personeel. Nee, sorry, aan de kant, personeel. Nou kijk, de apotheker. Bonjour. Not again. Well played. Ja, hij is echt geschrokken van... Ik zou ook schrikken ervan, voordat je een man in één keer... Haal onderuit. Kan ik hem gewoon niet neermaaien? Oh, wacht. Ik kan ook die speciale moves doen. Mag ik? Oh. I will hurt you! Als je gewoon niet stilstaat... I just have a few questions. Hups. Ja, ja. Wat? Slow down. Wait. Kom op, godverdomme. Nee, 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 nee. Kom op. Goddomme, echt serieus. Kom op, Arno. Werk eens een beetje voor je. I just have a few questions. Dude, blijf staan. Ik heb niks gedaan. I'm innocent. Ik heb niks gedaan! Op, kom op, Arno, loop eens even door. Loop eens even door. Loop, 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 loop. Waarom moeten ze nou weer rennen, echt serieus? Hoppakee, liggen, bitch! Je bent voor mij! Ik had ook eigenlijk die andere dingen kunnen doen, maar daar had ik geen zin in. Ik vind het achteraan rennen veel leuker.
eigenlijk wel op deze poot schieten dat hij eigenlijk kreupel wordt. Nee. What are you talking about? Just what you said. You're with the other one, aren't you? The hooded man. Ik wist het. Tell me about this other one. Who is he? I don't know. I never saw his face. Ja, duh. He threatened to kill me if I didn't give him the poison. Ik denk dat ik weet wie het is. Degene in de Brotherhood. Small quantity in stock. Het kan niet anders. Het kan gewoon niet anders. Where to drop off the second dose? Second dose. Here. That's all I know. Kill him, 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 kill him. Nee, geen kill. Go on then. Think of this as a wonderful story to frighten your grandchildren with. You were right. Ah, wat moet die muts nou weer? Killer the poison. And he said the killer wore a hood like mine. Well, mine is toch mooi. Grey, never a good story. Ah, 50 Shades of Grey, jongen. That would explain why the killer tried to frame me. Hey. Here. This is where the apothecary delivered his wares. What are we waiting for? Lol. Doorgaan natuurlijk. Nou moet ik nou... Dude! Oh, wacht, hij is aan het opslaan. Even kijken. Map. M. Wacht, tap was het. Even kijken, waar zit jij? Waar mogen we naartoe? Even kijken. We doen even drie missies. Ah, helemaal daar? God, de tering. Mensen, we gaan dit even shortcutten. We zijn zo bij jullie terug. Oh, nou wel. Ja, we gaan het even shortcutten, dus we zijn zo bij jullie terug als bij de volgende missie. Dus tot zo. En we zijn er weer, lieve mensen. We zitten nu eigenlijk in het gebied waar we niet mogen zijn. Het blauwe gebied in de park, in de tuin. Als je even goed kijkt, hier in het centrale midden. Hier beneden, hier. Voor de mensen die het bijvoorbeeld sneller willen doen dan mij, zit er snel. Kun je natuurlijk ook naar het huisje toe gaan voor... Nee, is dit huisjes? Je kan gebruiken, even kijken, zitten er ook huisjes bijvoorbeeld? Ja, ja, dan kan je ook bijvoorbeeld naar, fast travel doen naar een winkel toe of zo, naar een basis van jou. Mij kan dat ook nog. Heb je, als je een fast huisje hebt staan of zo, kan je hier ook een fast travel naar doen. Of je pakt een van die, ja, hier is bijvoorbeeld fast travel, dan ben je er ook heel snel. Maar we gaan verder met de missie. Let's roll! Rollin', rollin', rollin'. Just keep rollin', rollin', rollin'. What do you hope to find here? This is where the apothecary says. Yo, haar bukt, meisje. I'm hoping I can pick up a trail and follow it back to the source. Pick up a trail. Are you a bloodhound now? Yep, ik ben de hound van Game of Thrones, jongen. Wist je dat niet? Eagle Vision. Het stinkt hier. Een bel. Hop. Allee, hop. Ruik je het? Ik ruik hem. Hij stinkt. Hij heeft een week niet gewassen. Vertrouw me. Hey, het is een dude! Lol. Het is een assassin. Het is een assassin, sowieso. Kan niet anders. De priester, de geloofsovertuiging doet het niet. The trail ends here. Nee, hij gaat de muur op. I'm sure. No. Wait. Waarom is dat nou altijd zo voorspellend? Don't be ridiculous. I'm not letting you go in there alone. Tuurlijk wel! Elise. I have to do this myself. Yeah. Why? Please. Soene, soene. Maak me gek. I understand. Huh? Wij stiekem doen het niet. Jij komt toch stiekem binnen, geloof me. Jij komt binnen. If I wish him. Come back to me. Nee, ik ga dood. Het spoor gaat hier naar boven.
Hey, zeevogel. Waarom heb ik zo vermoeden dat ik weet wie het is en waar die naartoe gaat? Nou, ik moet sowieso dus omhoog. Kijk, het spoor gaat omhoog. Hop. En we moeten helemaal de toren op. Dus waarom gaan we gewoon niet in één keer de toren op? Ik heb het vermoeden dat ik al weet waar die heen gaat. Wacht, kijk. Hup, hop. Wacht, laat hem besluipen. Hallo! Took you long enough, pisspot. Belek. Ik zei toch, het is iemand van de Brotherhood. En ik wist dat hij het was. Only question is, what happens now? You killed me. You poisoned Mirabeau. He poisoned us. Peace with the Templars is a fairy tale. And you're the only one who can save the Brotherhood? You think it's the first time this has happened? The first time that the assassins have been forced to purge their leadership? The first time that the Order has built itself back up from nothing to power? Yeah, no. Right. Dat wordt gestoord. Masyaf, Monteregioni, the American colonies. It's all happened before. And we have risen anew, stronger than ever. But now... Dit is meestal zo, iemand die gek wordt. Lost our purpose, Arno. We mired ourselves in politics and revolutions, but we're not a nation. Nee. We're an army. And in an army, making peace with the enemy is called treason. Ja, het meeste gebeurt het wel. Als je de hoogleiders eerst uitmoordt, dan komt er snel peace. Ja. Vrede, ja. We can. Dat is meestal wel zo. Together. Belek. You know I can't do that. Nope. En dat gaat uit. Yep, we gaan vechten. Dat weet ik. Kom op, Arno. Belek, please. Come back to the council with me. We can resolve this like reasonable men. Reasonable men treat with Templars, boy. Kom op. Sterf dan. Hoppakee. Kill him. You're a stubborn little fuck, aren't you? Hop. Ask anyone. Come on, 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 come on. Nee, ik wil dit cutscene zo zien. Dit is het, hier draait het gewoon om. Twee broeders vechten tot de dood. Fuck it. We pakken hem gewoon in de smoke weer. Hoppakee. Dat is... I had hopes for you. Dit is on... Rook is gewoon onze... ons element. I just don't... Goed, 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 goed. Nee, Arno, wat doe je nou? Open your eyes, boy. Ja, je hebt een fucked up face. Ja, wel heel fucked up face, jij niet. I've seen Templars put entire villages to the sword just for the chance of killing one assassin. Je hebt de tand kwijt. Wat heb jij? Wij hebben jou gezien. I've seen the Grand Master of the Templar Order. Take in a frightened orphan and raise him as his own son. Yeah. Pak hem. Hoppakee. Hoppakee. Hotsevlot, jongen. Hij gaat gewoon dood. Hé. Hé, 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 hé. Hoppakee. Hé, 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 hé. Ah, moet die ruit dan kapot? Het moet weer kapot, hè? Arno! Maar lieve mensen, dat gaan jullie de volgende keer zien wat hierna gaat gebeuren. Dus mensen, abonneer jezelf op Dutch Gaming, volg ons op Twitter, Twitch en op Facebook. Links staan hier beneden in de beschrijving. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij deze hele spannende cutscene. Dus mensen, volg ons. Keep it real, keep it Dutch. Laters.